Aan wie geef jij de microfoon over? Aan Walter de Vet van Kern 75 uit Gelserijen. Geen Walter de Vet, want die zit voor zijn werk in Italië. Maar we hebben de nummer 2 van Kern 75, Willem Starreveld. Ja. En ook wethouder, hè? En wethouder van Kern 75, ja. 4 jaar. We staan hier bij de steenfabriek in Gilsen. Waarom op deze plek? Nou, omdat het een klassiek plekje is voor Gilsen, waarbij we de oude steenfabriek is eigenlijk door een plaatselijke architect helemaal hersteld en heeft een nieuwe functie gekregen. Een goed voorbeeld hoe wij in Gilserijen proberen om te gaan met onze initiële erfgoed eigenlijk. Dat is een mooi voorbeeld hiervan. Kern 75, wat voor partij is dat? Kern 75 is een lokale partij die zich voor deze periode, de komende periode, voor het eerst in gaat zetten voor alle 4 de kernen. Mag ik zeggen dat jullie een leefbaarheidspartij zijn? Ja, een leefbaarheidspartij. We hebben niet zoveel met de landelijke politieke standpunten, maar wij gaan echt heel erg sterk op onze burgers. De politiek voelen de mensen eigenlijk het best lokaal. Mm-hmm. En wat er in Den Haag gebeurt of in de provincie gebeurt, dat zijn vaak veel meer abstracte zaken. En wij proberen vooral het goed wonen te laten zijn in onze dorpen. Wat hebben jullie bereikt zo in die afgelopen 4 jaar? Nou, we hebben ontzettend veel bereikt, denk ik, als je het collegeprogramma kijkt. Dat varieert van het realiseren van een compleet jongerencentrum in Rijen tot bloembakken, het opfleuren van de openbare ruimte, het aanpakken van zwerfvuil, het maken van nieuwe plannen voor verkeer en vervoer van de gemeente. Maar er mislukken ook altijd punten in de politiek. Ja, zeker. Er gaan zeker dingen fout. Wat we niet hebben kunnen realiseren is de vereenvoudiging van een aantal regels waar we toch als Kern 75 op hadden ingezet. Voor mensen makkelijker te maken om zaken te realiseren. We hebben niet het welstandsbeleid kunnen aanpassen. Waar wij van vinden dat wij toch wel meer verantwoordelijkheid bij de burgers kunnen neerleggen. En wat minder bij de geëigende welstandsinstellingen. Jullie hebben nu 4 zetels in de gemeenteraad. Ja. Wat verwacht u met de verkiezingen? Ja, ik verwacht natuurlijk een groei van het aantal zetels. Maar ja, dat is toch aan de kiezer. Als zij ons afrekenen op het dalen, dan hoop ik toch wel dat ze dat doen in de vorm van een aantal zetelswinst. Met wie moet ik morgen gaan praten? U moet morgen gaan praten met Henk van Bokstel uit Goorlen. Ik denk dat Henk ook wel een aantal zaken kwijt zou willen voor zijn gemeente. Gaan we morgen naar Goorlen. Okay.